Afgelopen dinsdag 3 januari werd de grootste voetballer van het meest succesvolle voetballand op aarde ten graven gebracht. Edson Arantes de Nascimento, meer bekend als Pelé, werd begraven en praktisch het hele land heeft vaarwel gezegd aan koning Pelé. Wij waren aanwezig bij de Braziliaanse ambassade en spraken consular Ricardo Passiani. En voor hem was Pelé veel meer dan een voetballer. He is also a hero. He became a hero because he, like, he came from a poor background and he succeeded. And he also defended these policies towards poverty and tried to attack inequality in Brazil and in the world, worldwide. So he became a hero, as we see, we all know heroes everywhere, Mandela, and they are acknowledged and recognized for this character that they built. That was his life. He was a player, an excellent player. He had his causes. And what's most interesting, he never did this small politics. He was defending cause, human cause, that everyone acknowledged. And last but not least, another layer, it's he's an outstanding human also. And the way he gave himself to Brazil and to the world, because in Brazil, we all, people say in Brazil, experts say that Pelé enjoyed being Pelé. And he wasn't Pelé for himself, he was Pelé for everyone, you see? And then this persona, he gave this persona to the world. Whenever he was playing, of course, in the 60s and 70s, he was playing and he was Pelé for everyone. But even after he retired, he was Pelé for the world his entire life. He gave his life for this human cause. He was a good person. He defended good causes. He fought for it's maybe cliche to say, for this better world. That's what he did his whole life. And that's why Brazil and the world is grateful for him. U weet uiteraard dat Pelé in Suriname geweest is. En hij heeft zijn 1000ste wedstrijd hier gespeeld. En het was een mega happening. Het stond op de voorpagina's van al onze kranten. In eerste instantie zou Santos op 24 januari komen naar Suriname. En er stond letterlijk in de krant: Dis Anoa Anansi Tori. 24 januari ging uiteindelijk niet door en de Braziliaanse ploeg landde op 27 januari in Suriname. De Lions Club, die deze wedstrijd organiseerde, hielden zelfs toen het vliegtuig geland was op Sanderé nog hun hart vast of Pelé er daadwerkelijk bij was. En ja, uiteindelijk kwam de held uit het vliegtuig en hij werd meteen omringd door pers en organisatoren. En de wedstrijd die werd op 28 januari 1971 gespeeld. Santos scoorde het eerste doelpunt, waarna Transvaal gelijk maken. Pelé kreeg kort voor rust nog een bal in zijn gezicht en moest eventjes bijkomen in de kleedkamer. Maar uiteindelijk was Santos met 4-1 te sterk voor Transvaal. Een gouden hoogtepunt in onze geschiedenis. De atleet van de eeuw was in het Suriname stadion geweest. Pelé heeft ook in Suriname een speciale plek. Ja, so I've been here not for long. I've been here for 4 months. I know some about Suriname, of course, I know about Pelé, but what's amazing, actually, because we've been having these condolences here, some authorities are coming here to pay this homage to Pelé, and it's incredible. Many of them came, we didn't expect, she invited,
we wanted them to come, but we didn't expect, because everyone is busy, we do understand that. But many of them come, and many of them gladly came, enjoyed, saw the pictures, that those pictures Pelé was playing here in Suriname, the match number 1,000 against Transvaal. And they saw the pictures, they talked to each other about these pictures, these memories, these moments. And it's incredible. It's incredible that they were always, I know it's, they were paying homage and condolences, but whenever they talked about Pelé, they were always smiling. So he brings this joy to people, these memories bring joy. Dus hij bleef op een of andere manier toch nog leven. En het was natuurlijk een waar genoegen, ook voor mij, om hier te zijn bij de ambassade van Brazilië. Natuurlijk zijn we ontzettend dankbaar dat ze even hun tijd beschikbaar hebben gesteld. Shahnaz, jij hebt research gedaan hierover. Je was gisteren de hele dag in het Nationaal Archief. Wat heb je geleerd van die wedstrijd in 1971? Ja, ten eerste, het was echt heel apart eigenlijk en mooi om te zien. Al die krantenberichten van januari 1971. Alle advertenties was echt anders dan wat we nu hebben in de krant. Maar van die wedstrijd zelf, het was een soort twijfel als Santos zou komen. Men geloofde het niet helemaal. Dus je ziet echt in die berichten waar ze de samenleving wilden overtuigen, overhalen van Santos komt echt, het is geen grap. En toen zaten die wedstrijd gepland voor 24 januari. En toen dat niet doorging wegens omstandigheden van Santos zelf. Dan was de samenleving al helemaal, ze geloofden het al helemaal niet meer. En dan zie je daarna weer een persbericht van ze komen 27 januari aan met Air France. Dus jullie mogen naar Sanderij komen. En 28 januari wordt die wedstrijd gespeeld. Dus dat was het verhaal van Santos naar Suriname halen. De wedstrijd is uiteindelijk georganiseerd door de Lions, niet door de SVB. En het is uiteindelijk georganiseerd om een loopbrug of een luchtbrug te maken. Wat is dat verhaal? Ik zag ook in die berichten dat de opbrengsten van die wedstrijd eigenlijk bedoeld zijn om een luchtbrug te maken bij de centrale markt. Ja, een luchtbrug is zo'n brug, is eigenlijk een zebrapad in de lucht. Dus het is bedoeld voor de voetgangers, dat ze niet hoeven over te steken op straat en hoeven te wachten op auto's, want het was best druk daar in die omgeving. Maar dat ze dus gewoon omhoog konden en zo over de weg heen konden lopen. Dat. Over de wedstrijd zelf, wat waren de reacties over die wedstrijd zelf? Wat gebeurde er? Dus bij die wedstrijd zelf is 1-0 gestart voor Santos. Daarna heeft Transvaal het 1-1 gemaakt. En in het bericht zag je ook een reactie van de trainer / coach van Santos. Dat het de bedoeling was dat ze rustig zouden spelen. Ze zouden mooi voetbal spelen, om het zo te zeggen. Een heleboel trucjes en al dat soort dingen. Maar toen Transvaal 1-1 had gemaakt, dachten ze nog. Dit gaat ons niet overkomen, niet hier, niet in Suriname, geen Transvaal. Dus toen gingen ze keihard aan de bal en toen werd het 3-1. 4-1, sorry. Miggy, jij nog vragen? Nee, niet echt vragen, maar nog steeds een mooie gebeurtenis. Een beleving van je welste om te weten dat een ploeg als Santos met de legende als Pelé gewoon hier heeft gespeeld in het toenmalige Suriname stadion, is nog steeds iets echt mooi. Wat de counselor van Brazilië ook zei in het laatste gedeelte is dat in principe, hij sprak eigenlijk echt als een held over Pelé. Ik heb hem op een goed moment ook gevraagd van, los van het feit dat je hier in deze functie zit, zit u ook hier als persoon, als Braziliaan? En hij zei, en toen vroeg ik de reactie van, wat betekent Pelé voor u als persoon? Toen zei hij, hele goede vraag. Beetje moeilijk, want het is een complex figuur, maar hij is dus iemand die eigenlijk het Braziliaans voetbal heeft gebrand. Hij vertelde over dat voetbal 9e Europees te gaan worden en toen heeft Pelé
en zijn groep uiteindelijk, een beetje onder invloed van capoeira, riep hij, zei hij, dat hij het Jenga heeft gebracht in het Braziliaans voetbal. En dat samba voetbal dat we nu kennen is eigenlijk afkomstig van deze man. Maar hij legt steeds de accent op wat voor mens hij niet geweest was. Hij heeft hem zelfs vergeleken op een goed moment met Nelson Mandela. En dat is eigenlijk de persoon Pelé die eigenlijk bijna nog een persoon, nog iemand anders was, los van het feit dat hij een van de beste voetballers aller tijden was. Hij is ontzettend trots op het feit dat de wereld Pelé gehad heeft.